Allee. Mijn grootste struggle was of dat niet te kort zou zijn als ik zou knippen voor Think Pink. Ik heb enorme twijfels of dat wel mooi ging zijn als het te kort was. Ik vroeg mij vooral af hoe kort dat effectief ging zijn, omdat het moeilijk is om in te schatten en te berekenen en zo. Ik was er al een tijdje mee bezig, ik was er klaar voor. Voor mij mocht het korter zijn. Ja. Ik was ook bang dat het niet mooi ging zijn. Ja, ik was aan het twijfelen of dat het niet te kort ging zijn. Ik heb eigenlijk niet getwijfeld. Ik vond het erg voor de mensen die kanker hebben, daarom wou ik er iets voor doen. Ja, ik had toch lang haar en ik was blij dat ik het aan mijn hoed ook kon schenken. Ja, bij mij zijn er al veel vrienden en familie geconfronteerd met kanker, dus ik wil iets doen om dat wat draaglijker te maken. Ik heb ook ervaring met kanker in mijn eigen familie en dan ook bijkomende chemotherapie en het haarverlies. En het feit dat ik het kon doen met Leonie was wel heel overtuigend. Vooral omdat ik ook samen met haar iets was en dat ik ook iets kon doen voor de mensen met kanker. Ik heb leerlingen aangemoedigd om hun haar te laten knippen, dus ja, ik vond dat ik zelf niet kon anderen doen. Ja, ik ben ook een beetje van hetzelfde gedacht, een beetje een voorbeeld voor de leerling, maar ook gewoon, als je iets kan doen, het kost niets, het is gratis, je kan het doen ook. En dan eigenlijk gewoon, het groeit wel terug, hè, daar. Dat is geen probleem. Ja, ik was super opgelucht en ik was super blij dat ik het had gedaan. Ja, ik was echt trots op mezelf. Van oké, als ik mijn staart zag lijn van wow. Ja, ik ook. Ja, dat was ik ook trots. Zo, en al die staarten naast elkaar. Hoe gevoel. Ja, dat is waar. Je krijgt zoveel complimenten van mensen. Ja, echt dat doet. Het is eigenlijk een toffe dag, hè. Ja. Ik ook andere mensen helpen. Dat is waar. Van dat goed gedaan. Ja.